9 van de 10 keer is het gewoon een normale controle. Je zou in principe gewoon met een badkuip naar Engeland mogen varen als je dat zou kunnen. En soms kom je wel wat anders tegen. Zoek- en reddingsactie, strafbare feiten opsporen en kijken of iedereen zich aan de regels houdt. Dat zijn taken van de kustwacht om de Noordzee veilig te houden. In deze aflevering van Handhavers varen we mee met het 60 meter lange patrouilleschip van de kustwacht. De Barend Biesheuvel. Aan boord van dit schip werken handhavers van verschillende diensten samen onder aansturing van de kustwacht. Op de planning staat een zeesurveillance, een zeepatrouille. En ja, dan gaan we kijken wat we tegenkomen en misschien wat boardingen uitvoeren. Tijdens de vaart houdt men niet alleen op eigen waarneming de Noordzee in de gaten. Er is nauw contact met het kustwachtcentrum in Den Helder, waar onder andere ook het MIK is gevestigd, dat de bemanning kan voorzien van informatie. De informatie, als wij informatiegestuurd optreden, dat gaat via het MIK. Het MIK, dat is het maritieme informatieknooppunt van de kustwacht. En het maritieme informatieknooppunt, daar zitten alle opsporingsdiensten bij elkaar, van alle ministeries. Binnen het MIK houden wij ook eigenlijk alle schepen in de gaten. Maar we kijken ook in onze eigen systemen van de politie, van de marechaussee, van de douane. De douane heeft merendeel goederen. De politie is voor de openbare orde en veiligheid. En wij doen de grensbewaking qua personen. En daar waar nodig assisteren wij elkaar. Als er op basis van beschikbare informatie tot actie moet worden overgegaan, dan wordt dat gecoördineerd door de collega's van de handhavingsdesk. Vanuit hier wordt alles gecoördineerd. De handhaving, ik stuur de eenheden vanuit hier aan. Van hieruit worden ook de zoekacties in touw gezet. Als er echt een actie is, dus zeg maar bijvoorbeeld er is een aanvaring op zee of wat ook, dus echt een zwaar incident, dan wordt er opgeschaald. Dan gaan we dus inderdaad in de OT-ruimte zitten en gaan we samenwerken met de politie, douane, marechaussee, NVWA, Koninklijke Marine. En ook de FIOD, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport werken in zulke situaties dan mee. Vandaag krijgt de bemanning van de Barend Biesheuvel vanuit Den Helder te horen dat een schip een crew change gaat uitvoeren. Bij zo'n bemanningswisseling worden mensen van en naar schepen gebracht in Nederlandse wateren. De heeft net aangegeven dat ze gaan crewchase gaan doen, uitvoeren op het ankervak. Op het ankervak daar liggen schepen die voor langere tijd geen haven aandoen. En soms moeten ze bevoorraad worden, al dan niet met goederen of met personen. En dat doet zo'n schip. Wij gaan daar aan boord om te kijken wat gaan ze doen, wie gaat er aan boord, wie gaat er van boord. Dus wij kijken van, hey, welke documenten hebben de mensen bij zich en horen de documenten bij de personen. Ja, zo'n boarding is ontzettend mooi om te doen, zeker met deze weerseltype, veel golven. Het geeft wel wat spanning als je aan boord moet, want je moet juist timen, want anders lig je eraf. Bij deze gaan we eerst even contact leggen met de gezagvoerder, de kapitein. Die weet van onze komst. En daarna vertellen we beneden wat wij komen doen en wat we willen. Mogen wij eventjes aan boord komen? En dan 9 van de 10 keer is het gewoon een normale controle en soms kom je wel wat anders tegen. Op de dag dat wij te gast zijn, komen de collega's op het kustwachtcentrum inderdaad iets aparts tegen. Watchofficer Leo zit met verbazing naar de melding op zijn scherm te kijken. Ongelooflijk. Is dit niet, wat verdorie, is dit niet waar ik mee bezig was, joh? En ik zie staan dat er een zeiljacht op het strand is aangespoeld. En ik lees wat verder. En ja, 2 dagen geleden hadden we deze man ook al. Toen gaf de man aan vanuit Duitsland onderweg te zijn naar Marokko. Nog voordat hij Nederland voorbij is, is hij nu dus al voor de 2e keer vastgelopen. De politie en de douane die hebben hem ook wel aan de tand gevoeld en gehoord. En gezegd van, nou ja, weet je waar je mee bezig bent. Maar ja, Je zou in principe gewoon met een badkuip naar Engeland mogen varen als je dat zou kunnen. Terug naar de Noordzee, terug naar de controle van de crewchange. Het schip is doorzocht en al het papierwerk gecontroleerd. Dit was een reguliere melding. De boarding officers melden ons wel dat ze aan boord gaan, zodat we dat weten. Dat loggen we ook in het systeem. Dan gaan ze aan boord, horen we even niks van hun. Gaan ze weer van boord af, komen ze met informatie. Stel dat er informatie is waar we verder mee moeten, dan kunnen we dat bij het MIK neerleggen. Dank u voor de coöperatie. Dank u. Doei. Doei. Hey, hartstikke bedankt. Ja, de beste. En zie elkaar. Ja, dit schip was allemaal keurig in orde. De mannen die waren net gaan afmonsteren en die gaan nu richting Scheveningen om weer terug te gewiegen naar hun land van herkomst. Door de samenwerking met elkaar van wat hebben wij, bemanningssamenstelling, dat is de kamar, de boot. Welke informatie is er binnen de politie bekend, welke informatie is er binnen de kustwacht bekend. En zo stapelen wij dus de informatie binnen het MIK. Zij sturen ons aan en wij kunnen vanuit onze diensten onze bevoegdheden gebruiken om daadwerkelijk een veilige Noordzee te creëren.